geven. Wendy, Wendy is dingen halen. Voor mij. Even in de jas aan moeten doen. Dan moet je er niet mee. Hallo! Ja, heel de 100 keer bellen, alles. Op een dag kreeg Maria bezoek van een engel, Gabriel. Daar vertelde dat ze een zoon zou krijgen, die ze de naam Jezus moest geven. Maria snap er niets van, omdat ze nog maagd was. Maar ze nam het woord van de engel aan. Vlak na de boodschap van de engel merkte ze dat het gebeurt lang geleden in een land hier ver vandaan. Keizer Augustus was de baas van het land. Er woonden veel mensen, maar keizer Augustus wist niet zoveel. Daarom bedacht hij een plan. Hij wilde alle mensen in zijn land tellen. En zo gebeurde dat keizer Augustus zijn slaaf liet. Oké, jullie kunnen er vanaf. Goed gedaan. Dan mag jij weer verder. Wil je niet blijven staan? Nee, ja. De soldaat deed wat hem gezegd was. Hij liep de overal op. Vele mensen kwamen nieuwsgierig kijken. Wat is er aan de hand? Jozef was ook in de stad. Hier las hij de brief. Alle mensen uit het land vertellen. Jongens! Overal blijven, verdomme! 10 mensen. Of gaat hij niet? Is die ding echt? Ga eens even bij die vandaan. Met je handen open.